Zo. Goedenavond, beste kijkbuiskinderen. Zo, ik ben naar plassen geweest. Het is zaterdagavond, maar ik drink geen bier. Ik drink reine kloot. Dat is aanmaaklimonade met spaarrood. Koop ik bij Albert Heijn. Op Kronenburg, Albert Heijn XL. En met al die doe ik ook subboodschappen, dan koop ik altijd het brood, de kaas, de salami, de staafjes voor mijn hondje. Ik zal hem even tevoorschijn tonen. Hé, luiwammes, kom eens. Geef eens een kusje. Die hond heb ik veel aan te danken. Daar heb ik aan te danken dat ik niet meer rook. Dat doe ik nog wel 3 februari, 3 jaar niet meer. Ben ik mee gestopt omdat ik deze hond kreeg. Ik vond het zo ziek dat het beestje in de rook zat. Dat vond ik zo erg, dat ben ik gewoon met roken gestopt. En het ging vrij makkelijk. In het begin was het een beetje moeilijk, maar ik heb me er doorheen gebeten. Voor de hond heb ik dat gedaan. En het scheelt mij heel veel geld op jaarbasis. Het is de bedoeling dat je even abonnee wordt. Dus je zit nu te kijken. Ga even naar beneden. En ga het achter de deken liggen. Dat je abonnee wordt. Ga even, kijk even beneden op je scherm. Er zit een knop. Dan je abonneren. Daar klik je op. En dat is alles wat je moet doen. Het kost niks. En ik wil er graag een heleboel hebben. Als ik er maar vast 1000 heb. Dus dat is al een klein beetje een aantal. Nu zit er nog maar weinig, 196. Maar als je dan eens 10.000 heb en als je dan eens 100.000 heb en als je dan eens 1 miljoen heb en als je dan eens 5 miljoen heb, dan kan ik een heleboel reclamegeld gaan verdienen. Dan kan ik een auto kopen of leasen, een hele mooie auto. Net zoals die buurjongen van mij van tegenover, Saad. Die rijdt altijd in een dure BMW 5-serie. Hij is een mooi slank jongetje, het is een Marokkaan en hij werkt bij een gas- en elektriciteitsbedrijf. Hij moet contracten afsluiten, daarom rijdt hij zo'n mooie auto. En dat gun ik hem ook. Ja, hij kreeg zonnepanelen op het dak over een maand of zo, ik weet nog niet wanneer, maar binnenkort krijg ik zonnepanelen op mijn dak. En dan kan ik dus mijn eigen stroom opwekken. En mijn zus heeft het verteld, net, toen ik dus zei, ze zei, ja, die dingen werken alleen als de zon schijnt. En als de zon schijnt, is wat ze te veel opwekken, wordt opgeslagen. Dus, hij op een gegeven moment altijd stroom. Ook al zou elektriciteit net in één keer uitvallen, maakt niet uit, want ik heb zonne-energie op het dak. Nou, dat is hartstikke mooi. Reine kloot met spaarrood. Ja, het is water van Albert Heijn met zo'n rode etikettenfles, 1,5 liter fles. Water, Albert Heijn, of Albert Heijn, water, koolzuurhoudend. En die reine kloot kost 1,90 per fles. En wat ik eerst altijd dronk was KVC Vitam. En dat kost 3,60 euro per fles. Dat is 2 keer zo duur bijna. Maar het is wel lekker, maar ja, reine kloot is ook super lekker. En je hebt maar 1 fles nodig. Voor de KVC Vitam had ik altijd
citroen en gewoon, ik ben even vergeten hoe de andere ook is. Of aardbei. Ja, aardbei of citroen. En twee flessen. Voor één drankje. Nou, het is dus de bedoeling dat je abonneer wordt. Doe dat dan eventjes. Ja, jij een klik? Dankjewel. Dankjewel. Als klik je nu even. 1, 2, 3, klik. That's it. Abonneer, gefeliciteerd. Dankjewel. Zullen we eerst de computer aanzetten? Die daar ongeveer een minuut opstarttijd. Die computer, die heb ik zo'n, ik denk 6 jaar, schat ik, geleden gekocht bij een computerwinkel. Die is er nog niet meer. Dat was een beetje een afzetten, maar ik heb daar een computer gekocht. Dat was toen een tweedehandse, voor 500 euro. En dat ding is nog nooit kapot geweest. Hij doet het altijd. Maar nu is hij aan het opstarten. Ik zie de groene lichtjes branden in de computer. Je hoort hem bijna niet. Ja, dat is al beeld. Ik zie ook nu komt het weer goed. John, yeah! De buren zullen denken, de hele meer misschien, yes, Uncle John. En dan bellen de jongens op en dan willen ze dat ik dat zeg. En dan hebben ze de grootste lol. En dan zegt Ilias zeg altijd, de mensen denken wel dat jij gek bent, maar jij bent helemaal niet gek, zegt Ilias altijd tegen mij. Ilias heeft iets problemen met de darmen, de ziekte van Crohn, heeft hij. Dus iets met de darmen. Gelukkig heb ik dat niet. Nee, ik ben kerngezond en ik denk, de meest serieus, denk dat ik wel meer dan 100 jaar oud word. Want ik leef gezond. Ik loop elke dag zo'n 2 kilometer met de hond. Pardon. Ja, 1,5 tot 2 kilometer per dag loop ik echt zeker wel. Nou. Dat is weer lichaamsbeweging, 2 kilometer, dat is best een eind. Ja, duurt wel de hele dag, maar 's morgens om 7 uur de eerste, en om 10:30 de tweede, en om 3 uur de derde, en om 6 uur de vierde. En dan denk ik altijd, en dan ben ik even verhuisd en denk, oh, zou ik de deur nog wel op slot hebben? En dan voel ik een zak en denk, hey, de sleutel bij je? Ja, dan zit de deur op slot. Oh, dan zal die wel op slot zitten. Nou, laat de hond maar weer even een eindje lopen. Ik loop achter de hond aan. Ja hoor, ik loop achter de hond aan. De hond is de baas. En de hond bepaalt of hij moet scheten of dat hij niet moet scheten. Maar hij moet een huur nemen en hij heeft niet gescheten, dan kan hij in één keer tegen de boom aan scheten. Vlak de vuur, bedoel ik. Of zo'n klein vierkantje waar die boom in steekt, op straat. Ja. En nu ligt hij achter de deken. Weet je wat we doen? Het is kwart voor acht. Die heb ik niet in de stad gehaald, niet bij Uncle Sam, want daar ging ik eerst altijd kopen. Maar tegenwoordig ken ik een jongen. Ik zal niet zeggen hoe hij heet, want dat wil hij niet. Maar ken ik een jongen, een vriendje van een buurjongen. Die verkoopt mij jointjes en dan krijg ik 6 voor 20 euro.
Ik kreeg ze in een mooi kokertje. Zitten er nog twee en die rook vanavond op. Dat overleven we wel. Wat we niet meer doen, is bier drinken. Helemaal nul. Want als ik een avond een keer een stuk of zes biertjes drink, dan weet ik de volgende dag weer 2 kilo zwaarder. Dat wil ik niet. Ik wil niet weer zo'n dikke kop hebben met van die bolle ogen. Nee, dat wil ik niet meer. En dikke pens. En altijd buiten adem. Nee. Zo, we hebben de klapraampje losgezet. Is hier 18,5 graden en de verwarming doet het niet. Dan heb ik naar mijn neef gebeld. Dan hebben we nog even kort over mijn andere neef gesproken. Die is uit de hoogte, die wil niet met mij praten. Die is bijzonder hoogleraar, professor, dokter. Criminologie of zoiets. Die zou wel eens een beetje schatten, Marcel. Die dacht, hij zou wel een ton per jaar verdienen. Kan ook nog wel 1,5 ton zijn. Maar die wil niet met mij praten. Die belde ik toen eens een keer. En toen zei hij, je moet mij niet meer bellen, want ik wil niet met jou praten, zei hij. En toen hing die op. Nou, die bellen we dus niet meer. Ik heb mijn telefoon in de weg gegooid. Dat is een nare zak is, daar kan ik daar ook niks aan doen. Maar goed. We maken de filmpjes niet meer zo lang. Ik zal het nog 1 keer doen. Tandrit. 14 februari moet ik naar de tandarts. Dan geeft eindelijk eens wat gebeuren. Ik denk, dat duurt nog 2 maanden. Ik denk dat ik over 3 maanden wel een mooi gebit heb. Yes, Uncle John! Yeah! Zo. Dat was het. Adieu, paraplu en... Word abonnee. Dat is belangrijk. Ik wil reclamegeld gaan verdienen. Het kost jullie geen geld. En als je op abonneren klikt, dan gaat er niks van je bankrekening af. Er komt geen rekening. Het kost niks. Word abonnee. Het kost niks.